Het mooie weer is er weer. En met het mooie weer breekt ook een beetje de komkommertijd aan. Vooral op televisie. Weer veel herhalingen, lange pauzes. In september gaan de grote shows weer beginnen. En wij van Straatpraat houden het vandaag ook simpel. Wij willen graag weten, met wie wil u een keertje ruilen? Ik denk met mijn neef Jaap. Hij heeft het altijd goed voor elkaar. En hij heeft ook een hele leuke ouders. Mijn oom en tante. En ik zou graag een keer met hem willen ruilen. Lijkt me wel leuk. Met Maaike. Heb ik even geen broertje en zusje? Nou, eigenlijk met Renske ook, want dan heb ik wel een keertje een broertje en zusje. Ja, met iemand die de wereld verkent. Weet je wel, die programma's maakt over wereldreizen en plaatsen bezoekt en daar verslag van doet. Zoiets zou ik wel leuk vinden, ja. Een dag zou willen ruilen? Nou, ik zou met niemand willen ruilen. Dat gaat helemaal prima zo. Ruilen? Ja, ik vind dat wel wat jou doet, vind ik wel leuk. Ja, een beetje mensen ondervragen. Ik denk met een profielrenner. En heb je iemand in gedachten? Kruiswijk. En jij? Ik denk met een profvoetballer. En wie? Messi. Ik denk met Jeffrey Herlings. Ja, of met Max Verstappen. Ja. En waarom? Een beetje racen. Dat is wel gaaf, toch? En wie was die eerste die je zei? Jeffrey Herlings. Ik denk Nederlands beste motocrosser. Oeh, moeilijk. Dagje ruilen. Ik vind het zelf prima zo. Zo is misschien nog beter. Ja, ik vind het prima zo. Ik denk het niet dat ik wil ruilen. Ik ga straks studeren. Even kijken. Ja, dan ga ik waarschijnlijk een studie geschiedenis doen aan de Universiteit van Amsterdam. Als ik dan kijk naar een volleerde journalist, denk ik dat dat mij wel, daar kan ik wel jaloers op worden. Ik zou wel een dagje willen ruilen met Geraldine Kemper. Vind ik een hele leuke vrouw en ze gaat de hele wereld rond. Nou ja, wie wil dat niet? Ik denk met Sophie dan. En jij bent Sophie? Ja. En met wie zou jij willen ruilen? Dan met Danielle. En waarom willen jullie met elkaar ruilen? Het lijkt me wel leuk om gewoon een dagje te tennissen en alles, gewoon wat zij nu ook aan het doen is. Mm-hmm. Ja, ik wil ook wel weten hoe dan met dansen gaat en zo. En met de bus ook elke dag heen en weer. En jij? Of met Brit of met een beroemdheid of zo, hoe dat dan is. En welke beroemdheid heb je in gedachten? Niemand eigenlijk, maar dat weet ik nog niet. En jij? Het lijkt me echt wel leuk om een keertje een dag met mijn ouders te ruilen. Omdat dan alles mag? Ja, en dan kan je zeg maar zeggen wat wel en niet mag. Dan kan je de baas spelen. Ja. Waarom wil je met Brit ruilen? Nou, dan hoef ik niet zo ver naar school te fietsen. Het is ook wel leuk om een keer met een vriendin te rijden om te kijken hoe gaat daar thuis. Maar ik heb zelf niet echt iemand waar ik denk, daar moet ik een keer mee ruilen. Ruilen? Poeh. Niet? Nee hoor. Tevreden mens? Ja, naar omstandigheden ben ik wel tevreden. Met Willem-Alexander. Want dan kan ik mijn grote liefde namelijk zien. Dat is Amalia. En jij, met wie zou jij willen ruilen? Dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk niet. Nee, zeker niet. Je bent gewoon tevreden. Zo is dat. Nou, ik heb geen idee. Nee, echt niet. Ik ben met mijn eigen tevreden. Oh, ik geloof dat ik iets heel iets geks zou nemen. Want ik zelf, ik vind eigenlijk alles leuk om te doen. Maar eens een keer gewoon een tuinman te zijn of zo. Gewoon bij een tuinman in dienst voor een dagje. Kijken hoe dat allemaal, dat lijkt me heel erg leuk. Lekker buiten. Met een leuke racecar om in te racen. Okay. Zoals Verstappen doet, hè? Niet dat ik een Verstappen ben, maar ik hou wel een beetje van snelheid. Vind ik wel leuk. Dan vraag je me wat. Het overvalt me een beetje. Met haar. Het lijkt me wel eens leuk om een camera te bedienen. Heb ik nog nooit gedaan. Lijkt me hartstikke leuk. Ik weet niet of ik het kan. Dan gaan we dat even regelen. Ja, maar wat even... Als ik jullie dan ga fotograferen, dat jullie, laat ik maar zeggen, ik heb vroeger modeshows gedaan, zeg maar, heel vroeger. Als jullie dan voor model willen spelen, want ik weet niet wie hier dan verder voor model moet spelen, zouden jullie dat ook leuk vinden? Marion, gaan we dat doen? We ruilen met jullie. We gaan het doen. En mijn zus die wil. We gaan het doen. Ja? Oh, ja. Geweldig. Nou, ik hoop dat het lukt. We gaan met de modeshow beginnen, geloof ik. Wij hebben geruild met Charlotte en Marion, want die kregen wij een leuk interview van.
Maar wij hebben nu geruild met, Charlotte heb ik overgenomen. En mijn zus, die heeft de camera van Marion overgenomen. Dus wij hadden gezegd van loop eens een leuke modeshow. Dus dat gaan we doen. Daar komen zij. Helemaal geweldig. En Charlotte die draagt een leuke sjaal. En een ontzettende leuke tas. En er steekt wat uit. Ik hoop niet dat het eruit valt. En een mooie zonnebril op. En het is nu fantastisch. Je kan hem even afzetten. Ja, geweldig. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Of dat je het al 100 jaar eerder hebt gedaan. En Marion die draagt een leuk zwart truitje. Zwart-wit. Beetje zebra-achtig. Met een ontzettend leuk zwart bontjasje erbovenop. Nou, het bontjasje kan je bijna uitlaten, Marion. Want het is heerlijk weer vandaag. En wij vonden het heel erg leuk om dit over te nemen van jullie.